I said one thought, two thought, red thought, blue thought. Gravy so cold, bitch, I think I need a flu shot. Welkom. Bus naar Noorwegen. Ja. We zitten nu in de bus. Nee. Oh. We zijn naar de bus aan het gaan en dan gaan we naar Noorwegen en dan gaat de bus opstijgen. Altijd smoke dog, dan voorzichtig. Lekker cakey, denk ik. Ja, lekker. 3 van de 7. Is toch wel raar? De Suderans, dit is vodka. Lekker. Hallo. Hallo, we zijn in Noorwegen. Het weer is supergoed. Het uitzicht is mooi. Je hebt hier vet veel gebouwen. Ik zie nog geen koeien. Raar. Ja, heel raar. We worden aangevallen door de meeuw. Met een snelle trein naar Zandvoort. Want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief. Gekke mannetje. Dit is ook een gekke mannetje. Transformers, robots in disguise. My mama calls, see you on TV. Since that shit done change ever since we was on. Ik zie de eerste muskus al zo. Ik denk dat je die wel aan kan raken op zich. Durf het niet. Wow. Oh. Mama, hoe een mens gevecht. Huh? Oké, wat zijn we aan het doen? Steven. Koken. Kokkerellen. Kokkerellen met... Kokkerellen met de boys. Vuur. Met vuur. Wat gaan we eten? Saté babi. Een zakje kots. Nee, dat is morgen. Morgen gaan we kots eten. Ja. Vandaag eten we rijst. Stay tuned to the vlog. Yes. We eten kots. Die Barbie maakt en eigenlijk alles van Adventure Food moet je goed schudden. Kijk. Het water kookt. Kan het vuur uit. Wauw. Oh. Dan pak je het. Eten, het zakje. Zakje kom. Het zakje. Oeh. Tief je het mijn op de grond. Ja. Belangrijk onderdeel, anders smaakt het net wat minder. En dan gooi je het bij elkaar. Oké, okay, kom. In het zakje. Gooi bij elkaar video. Nou. Nou, dat is het. Dan moet je hem, doe je hem dicht. Je kan dan een beetje schudden nog, of een beetje roeren met je vork. Dan moet je 8 minuten wachten. Nou, wij gaan wachten en dan komt straks de review. Roeren met de vork. Ja, dat is goed geroerd. Ja. Perfect. Goede roerzoek. Anders is het smerig. En nu wordt het echt een meesterwerk. Oh nee. Oh. Voordat je het water erbij gooit. Nee, daarna, dan is het lekker. Moet je dit eruit halen. Oh. Kooklessen. Pro tip, je moet er niet te veel water in doen. Niet meer als het er op het pakje staat. Dan krijg je een soort soep. Lekker. Heerlijk. Nou, wij gaan dus even soep eten. Bij de vlog. Officiële review. Goed hoor. Een duimpje. Ja. Het ziet een beetje uit als dit. Gewoon normaal. Ik geef het ook een duimpje. En 3 van de 10. Geile beer, geile flikker, ouwe pik, ouwe pijp. Ik heb je veel te lang niet gezien. Kom dichterbij, wat moet je denken? Welkom terug bij Kokkerellen met de boys. Dit is de Expedition Breakfast. Ook wel bekend als kots.
Je moet even duidelijk zijn, je moet leren van je fouten. Dit keer moet je wel deze zuurstof vangen, die uithalen voor het kokend water erin gaat. Super goed. Toevallig kookt het water ook. Kijk, dit is die skill die je alleen krijgt bij kokkeren met de boys. Ja. En dit zakje moet gevuld worden tot 16. Dus dat moet je ook doen. Dat deden we gisteren niet, dus hadden we een soort soep. Ook lekker. Ja, dat was best lekker. Dit is ongeveer tot 16. Dan pak je een vork of een lepel of een mes, wat je wil. Je vingers. Of je vingers, maar pas op, het water is heet. Oh. Ziet er goed uit. Lekker. Kots. Ziet eruit als kots. Hoe smaakt die? Beter als kots. Dit is de beste kots die ik ooit op heb. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar het is nog steeds niet super lekker. Het smaakt een beetje naar lekkere kots. Ja. Hmm. Huis bouwen. Ja. Hopla. We komen straks verder met het eindresultaat, als het af is. Hoi jongens. Hoi. Het is nu af. Het is af. Dit hebben wij helemaal zelf gebouwd. Ja. Naast de rivier, heel zwaar werk. Ja, hier is de rivier. Is heel zwaar. Huis. Dit is het huis. Hier slapen we in vannacht. Vet. Doei. We zijn een bosbrand aan het creëren, pak de natuur. Kut natuur. Er is niet eens een bos en er zijn een bos met aan het creëren. Fuck, vol niet bestaande bos. En welkom, we hebben een gijzer ontdekt, maar hij werkt alleen shotgun met de start. Hij werkt echt heel goed. Het schiet allemaal rook uit, net een echte gijzer, het is ook een rook. Maar ik heb geen zin van. Advies van kampeerexpert Carlo, omdat je mond heel warm is, dan kun je het zo doen. Het werkt echt super goed, wow. Hey, nou hallo, we zijn op de Noordpool beland. Het is hier best warm zoals je ziet, want je kan gewoon in korte broek lopen. Het is hier 25 graden of zo. Er ligt hier al vooral ijs en poep. Heel veel poep. En dat maakt ook gaatjes soms in de sneeuw. Heel grappig. Allemaal, dit is kampeer expert Cornel. Als je het warm hebt, doe je zo'n staartje in. Twee voordelen, de vrouwtjes die smullen ervan. En het andere voordeel is dat je niet meer doodgaat van de warmte. En voordeel 3 is dat je heel je haar eruit trekt en het best wel zeer. Yes. Goed voordeel. Zoals je ziet hebben we ze gevonden. Ze zijn ook best groot. Oh, kijk. Eng. We gaan dood. Chicken curry. Lekker! Van Adventure Food. Dit is weer kokkerelle met de boys. Nou, doei! Uit als mislukte scrambled eggs. Vind je ervan? Ik vind hem, ja, lekker hoor. Faka MTV. En welkom bij mijn crib. Zoals je ziet hou ik het graag netjes opgeruimd. En compact, ik ja, mooi netjes, alles ligt waar het moet liggen. Koenkie erbij, lekkerder, niet gesponsord, wel lekker. Ik heb hier een slaapzak, het is een Ayacucho, het is een erfstuk van mijn oma. Een matje heb ik al sinds dat ik klein was. Het is echt super kut, maar gaat hem ook een beetje om het sentiment. Ik heb hier ook dus voor vuur maken, vuur! Maak ook wat vuur. Ja. Gevaarlijk, niet in je tent bewaren kinderen. Don't try this at home, is gevaarlijk. Ja, allemaal mooie spullen, maar dat is geheim. En nou oprotten. Hallo allemaal, kijk, als je prijs zo hier verneukt is, dan plakt hij daar niet meer. Dan doe je die flappie zo, hier, zo dat flappie. Hopla, onder het plakflapje op. Kan je pleister gewoon twee keer gebruiken. Hygiëne. We zijn nu in Amerika. Zoals je ziet zijn we bij de Grand Canyon.
Hij is wel een beetje wit geworden, maar dat komt door de sneeuw. Niet zo heel groot op zich. Lijkt op foto. Nee, ik foto's op... ziet hij er groter uit. Hallo mensen en welkom bij een nieuwe kampeertips met Kandel. Van kampeerexpert Kandel. Gaat je tent naar de getver, breek je stok omdat je super incapabel bent zoals ik. Easy fix. Dit heb ik expres gebroken. Ik ben niet echt slecht in kamperen. Echt expres. Doe je gewoon tape hieromheen, touwtje, hopla, om je haring, boem, pad, ho, net nieuw, net echt. Merk je niks van. Net een nieuwe tent. Wow. Mooi. Ik heb nog een tip. Als je expres je tentstok breekt, super handig. Want als je even naar binnen kijkt, zie je dat je rechts veel meer ruimte hebt voor je hoofd dan links. En daar kan je dus lekker slapen zonder je hoofd te stoten. Daarom breek ik dus expres die tentstok. Dames en heren, hi back. We zijn nu bij het monster van Loch Ness, het meer van Loch Ness. We hopen het monster hier te spotten. We komen straks bij je terug of het gelukt is. Nee. Hey, okay for my breakfast. Je ziet, zijn we bij de Nijl. Om ons heen staan overal zandduinen. Ze zien een beetje groen. Dat komt door Photoshop. Daar achter ons zie je een piramide. Hij is een beetje ingezakt omdat hij al heel oud is. 10 jaar of zo. Ja. Doei. Doei. These bars. Watch this. Go. Whoopie die scoop. Scoop die die whoop. Whoop die scoop die poop. Ik hier slapen. Ik doe nog niet wakker werden. Stond er een huis op de heuvel. Een soort spookhuis. Spooky, very spooky. Heel eng. Heel eng. Dat is hem, het spookhuis, heel eng. Super eng. Eng. Nou, doei. Hey! Nou, zoals je ziet, is de Tafelberg in zicht. We zijn van de Nijl dwars door Afrika gelopen naar Zuid-Afrika. Nu zijn we bijna bij de Tafelberg. En we zien wel waar we straks weer belanden. Welkom. Hakka mensen, ik ben kampeerexpert Kandel en ik heb nog een tip voor jullie. Als je moe wordt, kan je gewoon drugs gebruiken. Stef heeft herpes. Laatste dagje, laatste bakje kots. Allemaal, welkom bij het kampeertips met Kandel. Ik heb je net gegeten, die pannetje super voor. Heel godverdomme. Nu hebben zo bam 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 in de kuur. Je hebt geen afwasborstel bij, hoor. Een echte man in de wildernis. Je gebruikt gewoon zijn tak. Hopla, bam bam. Je racht er zo doorheen. Dat is belangrijk, echt een goede racht. Voel je meer uit. Hopla, brandschoon. Dag aan mensen en welkom bij kampeertips met Kandel. Ik heb vandaag een hele goede tip voor jullie. Als je je tent de avond van tevoren al afbreekt, kun je de volgende dag langer uitslapen. Nou, we zijn nu aangekomen bij het hypermoderne station van Kongsvold. Zoals je ziet is het zeer nieuw. Bijna net zo nieuw als Montenegro. Ja, vorig jaar stond het er nog niet. We werken met de boyfriend. Zit hier een gast binnen. MTV Crips. Dit is de wc in het station van Kongsvold. Welkom. Je moet echt naar binnen. Kijk hoe hypermodern dit is. Hypermodern. Een gat in de grond dat heel erg stinkt. Dan zie je dat het beter is dan Montenegro, want die hadden geen eens een deksel. Nee. Bij de vlog. Stef is een vrouw aan het fixen. Oh, daar zou je hem hebben. Ik heb er twee gefixt. Is het gelukt, de fix? Ja. Wow. De trein gaat stoppen en de vriendin komt er ook nog uit. Wow. Ja. Sick. Dat was sick. Stef heeft 3 vrouwen gefixt. Kijk hoe een sicke snor deze buschauffeur heeft. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it.
Thanks to Pretty Rich. Hey, MS in die spark, I bet that die jongens cease to hit her. Die bitches willen chillen met de boy in Lauri. MS in die spark, I bet that die jongens cease to hit her. Die bitches willen chillen met de boy in Lauri.